Goedemorgen allemaal. We krijgen weer broodjes uit de grillpan. Aan de kant, zegt Beppe. Nou, even een broodje eten en dan zoeken we vandaag weer een ander plekje op. Het is harde wind en veel regen. Ik ga straks eerst nog even LPG tanken. Want we hebben één fles leeg en in Noorwegen is het makkelijk te verkrijgen. Zweden wat minder, dus we gaan, en het is hier vlakbij. Dus we gaan eerst nog even een vullen. Om de LPG weer even vol, dan kunnen we er wel de hele vakantie weer tegen. Remy komt met de broodjes aan. Zo, nou, we hebben gisteren nog wat moois gezien. Dat ga ik jullie wel in de vlog laten zien. Onder het voetballen zagen we ineens een eland. Ja. Nou, die hebben we nog even gefilmd. Was niet vlakbij, maar het was super. Was niet alleen in Nederland, kwam ook nog een jongen achteraan. En we gewoon gelijk te drinken bij zijn moedertje. Moedertje. Grote moeder. Nou. Ja. Yeah. Wij gaan eten. Dat is geen paard, hè? Nee, dat was geen paard. Je ziet ook wel eens wat het dan is. Is het nou een eland of is het een paard? Nee, dit was eigenlijk een eland, hè? Dit was groter. Ja. En de buurtjes bevestigen het ook, hè? Ja, en vlak bij de camper. Aan de andere kant de weg. Ja. We zagen het uit de camper vandaan. Nou, we gaan eten, jongens. Twee elanden zijn we nou. Dat is een jong. Ja. Zie ze, hij drinkt. Een jong die drinkt, zie je wel? Ja. Mooi. Ja, wat leuk. Ik heb hem op mijn camera dat hij drinkt. Ja? Ja. Zaken voor het voetbal, maar dit is een mooier gezicht. Nou, dat was dus gisteravond. Toen was het nog mooi droog weer. Het is nu harde wind en heel veel regen. En Marie die geniet hier wel, want ze ziet allemaal beestjes, kippetjes. Nee, het zijn hier allemaal beestjes. Kippetjes zijn. Ja. En de kippetjes zaten net onder de picknicktafel. Ja. En eendjes. Nou. Met de haan. De haan die past op een eenden. Op een kip. En ganzen, van alles loopt hier om. Ja, ik zie nou maar een gans die een beetje kruipt. Maar wij moeten hier weer weg. Zit aan de koffie. En wij gaan hier weer weg. Ja. Een heel mooi plekje. Dus als je in de buurt komt, ik zou er altijd even aan gaan. Oh, je kan hier zo weer een keer heen. Ja, het is zeer vriendelijke mensen. Nee, dat je zegt, het is een echt camperplak of zo. Je wordt ergens heen geplukt. Ja, je staat gewoon op terf. Ja. Maar voor de rest een mooi plekje. Maar voor één nacht kan het prima. Ja. Nou, we gaan. Ik denk vandaag komen we in Zweden aan. We zien het wel. Ja, we moeten weg uit de storm. Hè? Het is hier slecht weer en blijft ook een paar dagen slecht. In Zweden wordt het beter, hebben we gezien. Ja, hopen we maar. Hè? Ja. Maar het is hier, dit is wel de slechtste dag die we tot nu toe, tenminste zo die begint. Hè? Ja, maar ook de eerste vakantie in Zweden dat we dit hebben meegemaakt. Meer wind, meer regen. In Noorwegen. In Noorwegen, ja. Ja. Nou, wij gaan weer op naar Zweden.
Harde wind hier. De kerk staat in de stijgers, maar... Nou, hier staan we dan. Met z'n allen op een rij. Ook nog bekende vloggers bij ons. Nou, we gaan eerst even een stukje lopen. Harde wind. Mooi plekje, er staan ook wat vissers. Ja, Remy niet hoor, Remy is niet aan het vissen. Remy knipt de foto. Maar daaronder staan wat vissers. Ik ga naar de andere kant. Daar een waterval in een gratje. Ik zal wat dichterbij halen. Soms schijnt er wat vreemd op. Ik hoop dat het beter te zien is als ik het zo zie. Harde wens. Ik heb zelf vroeger een treintje hebben gereden. Nou, en hier gaan we heel wat trappies op. Een schitterende omgeving hier, jongens. Bij de sluizen. Ik weet niet wat het allemaal is. Nou, van hieruit kun je het beter zien. Maar wat een wind, jongens. Grote storm vandaag. Hadden we onderweg al gezien, veel bomen op de weg. Nou, dit zou wel een elektrische centrale zijn. Of Vattenfall, denk ik. Nou is hier vlak bij de kerk, boven, ook nog een camperplekje. En waar we hier uitkomen, wij weten het niet. Stadsbus. Nou, morgen gaan we de boel verder verkennen. Hier de centrale voor elektriciteiten. We kunnen vandaag beter een windcentrale, hè? En dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Zo'n storm hier in Zweden en vanmorgen in Noorwegen. Dus niet een. We zijn 100 kilometer verder, even goed nog storm.